Een hele goede middag hier op het Willem Thomissen Sportcomplex. Welkom bij de samenvatting VV Hoogelandeveen tegen Theole. Een nieuwe competitiewedstrijd op de planning. We gaan richting het einde van de competitie. En Theole staat op een mooie tweede plek. Wellicht nog kansen op een mooi kampioenschap dit jaar. Maar Hoogelandeveen zit op zich weer in een goede flow na een kleine dip. En zal het ze vandaag wellicht wat moeilijker maken. En we hebben één hele grote verrassing vandaag bij VV Hoogelandeveen. En dat is een heel oud gezicht voor de oud-gediende onder ons, Rob van der Grooteveen. Hij staat vandaag op doel. Verschillende blessures, ziektes, keepers afwezig. En hij gaat vandaag het doel verdedigen voor Hoogelandeveen. En hij heeft er weer ontzettend veel zin in, dat heb ik al begrepen. En daar rolt het balletje. De verse bal, een splinternieuwe bal op de sokkel van Hoogelandeveen meegepakt. De scheidsrechter vandaag. En we zien gelijk Jason Elbracht weer terug in de basis bij Hoogelandeveen. Na enige afwezigheid, heerlijk hakje gelijk. Lekkere flitsende opening zo. En Jason Elbracht is weer terug bij Hoogelandeveen. Staat op de linkshalfpositie als ik het goed kon inschatten. De eerste dieptebal vanuit Theole. En daar is Rob van der Grooteveen. Zeer rustig met de ervaring. En Mehmet Kaya met de overstapje wat mislukt. Theole met de aanval, maar uitstekend onderschept door Hoogelandeveen. Menno Bos. Danny de Graaf. Pim Geitenbeek. Heerlijk zo. Balletje rond bij Hoogelandeveen. We zijn begonnen. Geet Hoogelandeveen snel door Ilias opgepakt. Mehmet Kaya balletje naar de rechterkant. Danny de Graaf staat daar voor Hoogelandeveen. Dribbelt naar binnen toe. Jorin Bruins op Menno Bos. Menno Bos de 16 meter in. Sliding handig. Onderschept de kans daar. Jorin Bruins. En doelpunt Hoogelandeveen. En hij maakt hem direct voor Hoogelandeveen. Wat een vroege openingstreffer. Uitstekende actie van Menno Bos. Die aan het eind van het seizoen Hoogelandeveen gaat verlaten. Althans het eerste elftal. Hij legt die bal pam klaar voor Jorin Bruins. En ik weet niet hoeveel doelpunten hij gemaakt heeft voor het eerste. Maar het zou nog wel eens één van zijn eerste kunnen zijn. We gaan het later nog eens nachecken. Geweldig. Vroege voorsprong voor Hoogelandeveen. Competitiewedstrijd. Theole kijkt direct tegen 1-0 achterstand aan. En Hoogelandeveen komt flitsend uit de startblok en staat kort op de duels. Nu weer Jason Elbracht. Ondersteund door Ilias. Ingooi voor Theole. Balletje onderschept, maar valt het daar toch in die 16 meter. Bij Bouwman, maar dan de bal verloren. En gelijk Ilias voor Hoogelandeveen. Handig neergelegd. Danny de Graaf, bal op Ilias. Maar die staat in buitenspelpositie. Daar komt de bal niet terecht. We hebben geen VAR nodig in dit moment. En dan is de lange bal van Theole direct bij Rob van der Grooteveen. Rob van der Grooteveen, ja, we zien hem weer terug in het doel van Hoogelandeveen. We gaan hopelijk een aantal mooie momenten van hem meemaken vandaag. Nu Theole balletje rond met Alperkaya. Ja, Hulshof is de bedoeling. Mooie bal, uitstekende bal zelfs. En de kans van Theole. En daar is Rob van der Grooteveen. Staat daar op zijn post. Jorin Bruins, Hoogelandeveen. Pim Geitenbeek. Danny de Graaf, lekker gespeeld door Hoogelandeveen. Wat ruimte om die bal rond te spelen. Maar het tempo ligt ook hoog dan de bal ingeleverd door Kevin Duman. En dan diep gespeeld in harde mogelijkheden. En de bal wordt ook direct doorgespeeld. Een grote kans nu voor Theole. En daar is gelijk al de gelijkmaker. Niels Wien. Rond die vertreffelijk af. Rob van der Grooteveen kansloos. En zo staat de wedstrijd alweer op een gelijke stand. Rob van der Grooteveen. Uitstekende trap op Seddy. Mooie aannemen. Goede controle. Houd tempo hoog. Is het devies. Jorin Bruins uitstekend. Loopt door. Jorin de Bruins, dit ziet er goed uit. Ilias, Jason Elbracht mee om de aanval te ondersteunen aan de linkerkant. Ilias gaat zelf richting de 16 meter. Ilias kan die schieten, hij kan schieten. En dan via de billen van een speler van Theole over de achterlijn. Die gaat ook typt in, klein zetje, maar het mag. Niels Wien, handig gespeeld. Niels Wien weer de 16 meter in, Jason Elbracht. En daar is hij weer in zijn kwaliteit. Want Jason Elbracht, daar moet je altijd drie keer aan voorbij. En hij is weer terug. In de basis van Hoogelandeveen. Dat is goed om te zien. Tunk, dieptebal. Valt er net niet. Nou ja, op de 16 alsnog gevaarlijk. Oh, die bal valt erover op de goal van Rob van der Grooteveen. Het scheelt weinig. Een listig balletje van Joost Bouwman. Mehmet Kaya kan doorlopen. Slim, de bal aan de andere kant. Daar Ilias was al in de voorwaartse. Gaat de 16 in.
Altijd gevaarlijk, is handig met de bal, kan snel kappen en draaien, houdt balbezit. Twee man bij zich, moet het oplossen. Danny Graaf slim, lichaam erin, legt hem neer daar, Mehmet Kaya, die kan schieten hoor. Als hij hem aan zijn voet krijgt, wordt het gevaarlijk. Goed verdedigd door Teole. Slim gespeeld ook door Sarmiento. Rob van de Groteveen weer eroverheen daar, richting Zeddy. Uitstekend gespeeld. Al de derde, de vierde bal die hij lekker opzij legt. Dat is top natuurlijk voor de keeper die al een tijdje niet meer in het eerste heeft gespeeld. Maar gelukkig nog wel in derde actief is bij Hoogendaveen. Af en toe nog wat op doel staat. Ook af en toe lekker aan het zelf aan het voetballen is. Dus maakt een mooie indruk. Goede indruk hier voor Hoogendaveen. Uitstekend. Staat altijd weer klaar voor zijn club. Dat is duidelijk. Goed, we kijken naar Hoogendaveen. Richting de 16 meter van Teole. Sarkoui. En dan wordt een overtreding gemaakt op Ilias. Jorin Bruins dribbelt daar weer in. Uitstekend. Dat biedt de nodige ruimte. Want daar is inderdaad alweer Hisham Seddy voor Hoogendaveen. Dan begint het daar al bij Jorin Bruins achterin. Uitstekend. Ilias moeilijk stuit de bal. Toch weer teruggelegd. Ja, en ingeleverd. Jammer, maar dat was een goede start. Het begint steeds met het indribbelen van Jorin Bruins. Die dan mogelijkheden creëert voor Hoogendaveen. Op zoek naar de juiste man om in te spelen. Ilias hier. Ruimte op middenveld. Handig er voorbij. Is goede actie. Dan de linkerkant. En daar is Jason Elbracht al onderweg. Nu moet het snel gaan. Dan moeten de mensen in de 16 komen. Jason Elbracht kan de bal weer terugleggen op Mohamed Sarkoui. Nu wel veel mensen in de 16 meter. Ah, dan moet die bal er misschien wel komen. Dit is zo gevaarlijk. Als je hem nu inlevert, dan moet je stevig ingrijpen. Dat gebeurt dan ook. Want nu ontstaat er ruimte voor Teole met zo'n omschakelmoment. Wien. Niels Wien bal neergelegd. Verdedigd. Nee. Even Duman erbij en de eerste druk is er af. Toch nog steeds balbezit voor Teole met Elmas die de bal naar de linkerkant krijgt. Inmiddels de boel weer georganiseerd bij Hoogendaveen. Oeh, stevige overtreding door Menno Bos. Ja, die gaat zijn gele kaart pakken. Lijkt me een terechte kaart. Een blauwe voet die er tegenaan weet te komen. En dan is de bal ook weer eenvoudig ingeleverd. Dus we kijken even naar een wat slordige fase in de wedstrijd. Maar Teole nu wel met mogelijkheden in de 16 meter. Bal wordt ingebracht. En vanuit buitenspelpositie erin geschoten. Niels. Uitstekend gepakt over Rob van de Groteveen. Jorin Bruins, Pim Geitbeek. Uitstekend opengedraaid. Nu mogelijkheden. Kijk, goede bal daar op Zeddy. Uitstekend opengedraaid daar. Heerlijk. En Zeddy, de 16 meter in één keer. Staat er een aardige kans. Hij schiet zelf. En daar staat keeper Bram Peters goed op te letten. Uitstekend gedaan door Pim Geitbeek. Dat moet hem vast vertrouwen geven. Een paar keer even ongelukkig in balverlies. Nu Mehmet Kaya. Mehmet Kaya, de overname voor Hoogendaveen. In één keer druk. En een slim balletje. Ja, die valt ertussen. Danny de Graaf. Heerlijk gespeeld, Jason Elbracht. Veel mensen van Teole nu in de 16 meter, dus weinig ruimte om er doorheen te komen. En dan is de angel uit de aanval, maar balbezit blijft. Seddy, Seddy, weer er voorbij, uitstekend voorbij zeg. In de 16 meter nu, snel, handig, legt hem neer. Zo was de 1-0 er ook en zo is de 2-1 er ook voor van de W. Uitstekend gespeeld en Seddy, wat een heerlijke acties voor hem aan de rechterkant. Eerste helft was het Menno Bos met de onderschepping en nu is het Zeddy met het aangeven en schiet Pim Geitenbeek die bal erin. Uitstekend, heerlijk en ook voor Pim. Doelpunt voor hem op zijn naam. Ja, balletje rolt weer, we zijn bijna toe aan de theepauze en we hebben gekeken naar een ontzettend leuke eerste helft. Gaat op en neer, af en toe wat fases, wat slordig. Maar beide ploegen zijn in staat om een aanval netjes af te ronden en zo staat het dan hier ook al 2-1. Voor Hoogendaveen. Is het Teole die gelijk de tegenstoot wil geven met Bouwman. Sliding en de bal komt vol. Uitstekend zeg Rob van de Groteveen. Hij staat er weer. Hij staat als een man te keeper vandaag. De eerste helft is voor hem. Uitstekend. Kevin Duman, terwijl de minuten doorlopen en de rust nadert. Gaan we nog kijken of we nog naar wat meer kunnen kijken. Ilias, uitstekende aanval. Weer een diepe bal op Seddy. En wat een ruimte daar. Hij kan zelf doorlopen. Seddy, de kans op de 3-1. Menno Bos, nee, hij doet het niet. Net die stuit. Net die stuit in de bal. Wat zonde, wat zonde, wat zonde. Daar kon Hoogendaveen de stand uitbreiden, zeg. Daar liggen dus kansen hier van Hoogendaveen. Dat is wel duidelijk. De ruimte ontstaat er om er overheen te komen. Jason Elbracht op Wien. Sterk, stevig op de bal. Uitstekend gespeeld. Lekker gevoetbald ook door de mannen. Dan de sliding, die zit ook goed.
heerlijk om zo te kijken naar het voetbalspel. Waarbij we volop in respect met elkaar de duels aan gaan. En dat ziet er echt helemaal goed uit. Dus genieten voor de toeschouwers hier. En deze bal dan ook weer uitstekend verdedigd door Zeddy. Die nu weer aan de andere kant belangrijk is voor Hoogandeveen. Ilias probeert zelf drie man uit te spelen. Maar dat is iets te veel gevraagd. Deze bal die komt van Hoogandeveen spelen. Dus geen buitenspel. Mag doorgaan. En het schot is dan ook nog bijna raak, zeg, van Joost Bouwman. Het gaat alle kanten op hier vandaag. De juiste keuzes te maken. Duel rond de 16. Jorin Bruins handig. Mee op zijn borst. Het kan. Nog een kans voor Hoogandeveen misschien wel. Ja, die ontstaat er. Daar ligt Danny de Graaf. Wat een ruimte weer. En ze kunnen weer door. Nou, deze moeten toch echt ingaan. Naast hem zit de ruimte. Daar is de ruimte. En Ilias maakt de 3-1 voor Hoogandeveen. Zo lopen ze toch makkelijk voorbij de defensie van Theole. En was op voorhand verwacht dat Theole de omschakelploeg was. Maar is het Hoogandeveen die dat vandaag laat zien? Het is 3-1. Dat is het rustsignaal. Scheidsrechter Peto. We gaan rusten met een 3-1 stand voor Hoogandeveen. Goed, balletje ligt klaar voor de tweede helft. Fluitsignaal van Peto. En de bal rolt weer. 3-1 stand voor Hoogandeveen. En een ontzettend leuke eerste helft. Frisse eerste helft, vrije eerste helft. Waarin Hoogandeveen ook heerlijk heeft gevoetbald. En het begon al actief, de eerste helft. En ook nu kijken we direct naar de eerste duels die er weer opvliegen. Veel mensen in de 16 meter. Drukte voor Rob van der Grootenveen. Wordt daar ook wel gehinderd en dan valt die bal er bijna in. Ja, dat is penibel, zeg maar, met zoveel mensen in zo'n kleine ruimte. Ook voor Rob om daar te zien wat je het beste kan doen. Nu Theole begint in de tweede helft wel met het meeste balbezit. Invaller Job van Soerland. Job van Soerland legt de bal door naar zijn maatje. Oh, de bal op de lat, zeg! Jeemig! Goed geschoten door elftal Elmas. Theole blijft druk zetten. Oh. Had volgens mij Elmas wat in gedachten. Elftal. En weer de bal in de muur. Dus de muur staat weer goed. Danny de Graaf krijgt hem vol in zijn gezicht. Moet even bijkomen. Is er inmiddels weer. Ruimte aan de linkerkant. Nu druk van Theole. Joost Bouwman. Richting Job van Soerland. En dan de rust gezocht door Theole. Die Hoogandeveen helemaal op eigen helft drukt. Wien. Bal voor. En daar is Rob van der Grootenveen. En het is een penalty voor Theole. Net iets te laat bij die bal. Penalty voor Theole. Rob van der Grootenveen, kan je wat laten zien hier nog? De penalty. En die wordt binnengeschoten. En zo gaan we naar een 3-2 stand en is de spanning terug in de wedstrijd. Oké, we kijken nog steeds naar een leuke wedstrijd en dat is erg leuk. Jason Elbracht, ingooi voor Hoogandeveen. Kan hem over het algemeen redelijk ver inwerpen. Doet dat ook met een bos. Oh, handig aangenomen, direct in de dribbel. Mehmet Kaya. Vooruit, Joppie. Kom maar op. Mehmet Kaya, daar de ruimte bij Pim Geitenbeek. Twee man voor de goal van Hoogandeveen. Iets te weinig om een voorzet af te leveren. Nu moet hij alsnog de voorzet afleveren en haalt er een hoekschop uit. Ik denk het hoogst haalbare voor Pim Geitenbeek. Tweede paal. Mehmet Kaya met de hoekschop voor Hoogandeveen. Danny de Graaf naar de eerste paal. Daar gaat hij ook naartoe. Hij blijft lopen en daar valt hij ertussen. Nee. Nee, hij gaat er niet in. 5 meter weer een rammetje vol. Iedereen voorop van de Grootenveen. Bal wordt ingedraaid. Gevaarlijke hoekschoppen die sterk indraaien. Nu ook weer daar de bal weggewerkt door Danny de Graaf. Mehmet Kaya, bal weg. Iedereen er volop uit. Veel druk nog van Theole. Moet het wel snel gaan. Omschakelmomenten wel natuurlijk voor Hoogandeveen. Zolang Theole de bal in de ploeghout is er niks aan de hand. Dat gebeurt ook. Dus nogmaals een voorzet. Daar de ruimte. Wat een kans om in te schieten. Ja, daar gebeurt ook een kans. En nog een kans. En een doelpunt. En daar is het in één keer weer 3-3. Elftal Elmas. Het doelpunt te maken. Ook al van de penalty. Hij maakt 3-3. En de spanning is volledig terug hier in deze wedstrijd. Kan weer alle kanten op. Goed. Theole heeft de aansluitstreffer gevonden. Het is 3-3. En
Ze ruiken bloed, laten we het zomaar zeggen. Het lukt Hoogelandeveen op dit moment niet om de bal in de rust, in alle rust in de ploeg te houden. En dat zorgt ervoor dat Theole steeds de mogelijkheid krijgt om aan te vallen. De bal wordt eenvoudig ingeleverd nu door Hoogelandeveen. Maakt het moeilijk. Het is eigenlijk wachten als het zo doorgaat op de volgende slag, zeg maar. De genadeslag misschien wel van Theole. De dieptebal naar Wien. En dat is buitenspel, afgevlacht en ook gefloten. Wil ik terugzien op de VAR? Ik zag zo dat dit beeld erop komt in de samenvatting. Het was hem echt niet. Wacht op de juiste man, de juiste inspeelmoment. Dat is dit niet. Het is iets te gehaast en daardoor komt Hoogelandeveen niet in de rust en in balbezit. Dat maakt het zwaar. Moeten de jongens veel achter de tegenstander aanlopen. Nu misschien wat meer mogelijkheden. Pim Geitenbeek in alle rust. Goed gespeeld. Nu misschien even een fase dat Hoogelandeveen wat meer in balbezit kan komen. Elias pakt de bal daarop. Begint zelf in de dribbel. Oh, stevig geven, inglijden. Even wachten op voordeel. En dan de overtreding gezien op Mennebos. Wissel in ieder geval aan de kant van Hoogelandeveen. Pim Geitenbeek gaat het veld verlaten. En Laszlo Duister gaat het veld inkomen. En voor de mensen die er niet bij waren afgelopen vrijdag. Hij is de grote winnaar van het darttoernooi van VV Hoogelandeveen. Bal van Ilias Amouti. Ingebracht op Wien. Maar heeft ook snelle Jorin Bruins bij zich. Door de benen heen. Dan kan die bal komen. En dan gaat die bal er ook in. En dat is de 4-3 voor Theole. Ja, het zat er een klein beetje aan te komen. Het doelpunt is een feit. En Hoogelandeveen, die toch echt 3-1 voor stond, staat nu 4-3 achter. Wat een wedstrijd vandaag. Bal ingebracht. En Rob van der Roteveen. Veel ruimte aan de rechterkant. Bij de andere Groteveen. Lars van der Groteveen. En zo komt Hoogelandeveen er eigenlijk helemaal niet meer uit. Niet meer de controle of het voetbal. Het vermogen om een aanval op te bouwen. Het zou misschien nog wat gelukkig moeten vallen. Hoogelandeveen, Mennebos. Zit er nog iets in het vat voor Hoogelandeveen? Of is de energie verspeeld in de eerste helft? Goed gespeeld, Danny de Graaf. Ruimte hier bij Mennebos. Uitstekend, kan altijd nog in de voorwaartse. Heeft te veel wat energie geleverd voor Hoogelandeveen, Mennebos. Dan de opening naar Laszlo Duister. Uitstekende bal zeg van Danny de Graaf. Mooi aangenomen. Dit ziet er goed uit, maar... kunnen we daar ook wat uit creëren? Deze bal is in niemandsland en wordt dan eenvoudig opgepakt. En Mennebos op zijn laatste kracht op zijn tandvlees. Hoogelandeveen gaat in ieder geval wisselen. Mohamed Sarkoui eruit. Jürgen Nebbes komt erin. Tijdje afwezig geweest ook met een blessure, maar gaat weer zijn minuutjes maken. Lars van der Roteveen. Bal naar voren gejaagd. Daar komt die bal. Een beetje gelukkig bij Jürgen Ebbers. In principe staat hij vaak niet in de spits. Jürgen Ebbers loopt door. Oh, wordt daar geraakt. Ah, valt vervelend op zijn schouder, zo lijkt het. Werd even gelanceerd. Hij staat weer op. Het gaat goed. Ja, het is mooi om te zien dat de gretigheid er nog is hoor, bij de jongens. De energie is er niet helemaal meer, maar... De Venus willen hier nog wat forceren. Dat is duidelijk. De laatste minuten breken ook aan. Dus als het gaat gebeuren, moet het nu gebeuren. Scheidsrechter Petoom wil graag wat meer tempo erin. Mehmet Kaya gaat die bal inbrengen. Mehmet Kaya, de bal in de 16 meter. Drukte, daar is Julian. Jorin Bruins als laatste met het hoofd erbij. En de hoeks of doeltrap voor Bram Peters van Theole. De laatste krachten, Mennebos. Nogmaals een dribbeltje. Zit er nog wat in Hoogelandeveen. Rustig aan komen ze wel steeds meer richting de goal van Bram Peters van Theole. Je hebben ze als pinch hitter voorin gebracht.
En Wien heeft er nog steeds zin in. Oh, wordt dan neergehaald. Nee, op de bal. Oh, nog een geslijding. Het mag, het kan. Dit ging wel stevig. Kan die bal nog vallen bij Jason Elbracht? Heeft hij nog wat energie over? Dat heeft hij, Jason Elbracht. Ja, tikkie. Uiteindelijk toch weer ingeleverd. Krijgt Hoog aan de Veen het echt niet meer voor elkaar om de bal fatsoenlijk in de ploeg te houden. Misschien nu nog een poging. Danny de Graaf, daar die dieptebal. Twee man, buitenspel. Buitenspel gevlacht en buitenspel. Nee, gaat door. Het mag door van de scheidsrechter. En dan gaan we nog een hoekschop krijgen. Rob van de Grootveen wordt... Robbie wordt geroepen door zijn teamgenoten, maar... Hij mag niet mee. Dat is wel jammer. Dat was wel leuk geweest. Hoekschop. Mehmet Kaya. Nog een moment voor Hoog aan de Veen. Om iets te forceren. Hoekschop wordt ingedraaid. Bram Peters, ja, zit er goed bij hoor. Elke keer weer. Dat is dan ook het allerlaatste moment van de wedstrijd. Theo de Wind. Met 3-4 van Hoog aan de Veen. En de mannen gaan strijdend naar de grond. We hebben gekeken naar een leuke wedstrijd. Geen punten voor Hoog aan de Veen vandaag. De Glazet, Dorps TV voor en door Hooglanderveen.